Door de dijkverlegging bij Westenholte komt er een nieuw gebied vrij. Ja, dat gebied dat is er nog niet. Maar Jan, gaat het een beetje lijken op dit natuurgebied waar we nu lopen? Dit gebied is het ruige gedeelte, dus dat blijft ook een groot deel. En het nieuwe gebied, het Jan Voerman gebied, zoals van zijn schilderijen van vroeger, dat gaan we beheren met oud-Hollandse rassen, zoals een blaarkop en een lakenvelder en zo. En daar zijn we druk mee bezig als natuurmonument, om de mensen daarvoor te zoeken. Dan moet je even wachten, want eigenlijk moet dat kleintje terug voordat de moeder komt. Want kijk, op den duur gaat de moeder, roept hem wel, maar ze gaat hem... Je hebt ook al dat ze gaan beschermen, hè? Dat ze naar ons toe komt. Kijk, dat kleintje is heel nieuwsgierig. Komen deze prachtige Galloway straks ook voor in het nieuwe natuurgebied? Yes, we gaan dat gebied, wordt uiteraard een stuk uitgebreid met een stuk ruig landschap er weer bij in. En deze Galloway's, die kan dus wat groter gaan worden. Die zullen daar ook gaan huizen en hun werk gaan doen. Ga je nou straks dit gebied beheren? Het grootste beheer gebeurt door de koeien, dus met de boeren samen. Die zullen het ruige landschap gaan bijhouden. Het wat nettere landschap wordt aangelegd en daar gaan de voermanrassen hun werk doen. Daarnaast heeft Natuurmonument nog veel vrijwilligers en die helpen ons met dit soort klussen zoals jij nu doet. Nou, ik geef hem nog een laatste tik. Ja, nu is het natuurgebied er nog niet. Het duurt nog een aantal jaren. Kun je er al een beetje een voorstelling bij maken wat voor planten en dieren er nog meer gaan komen? Ik heb er al veel in mijn hoofd zitten en er zullen hooguit ook wat nieuwe planten bij komen. Maar het meeste is er eigenlijk al en daar willen we eigenlijk de uitbreiding van hebben. En qua planten zitten we dan aan stroomdalflora te denken. Bevertjes, walstro, bremrapen. Dat zijn zeldzame stroomdalflora planten. En die uitbreiding hopen we teweeg te krijgen dat zich gaat uitbreiden. Wat ga jij nou het allermooiste vinden aan het nieuwe natuurgebied? Nou, ik vind die ruigte gewoon hartstikke leuk en de dieren die daar lopen. En de laatste tijd wordt de bever gelukkig weer gespot. En ja, ik hoop dat de bever weer echt terugkomt in dit gebied. Dat lijkt me geweldig.